Beste parochianen, broeders en zusters in Christus, alle mensen van goede wil. Fijn dat we op deze wijze toch met elkaar verbonden kunnen zijn. Op een bijzondere dag, de vierde zondag van Pasen. In onze kerk ook wel bekend als Roepingenzondag. Want we lezen in de Bijbel het verhaal van de goede herder. En hier zien we ook een afbeelding van de goede herder met zijn schapen. Ik heb hem gekregen tijdens mijn priesterwijding 7 november 2015 van een neef van mij. En we zijn hier in mijn huiskapel. En hier vier ik iedere dag de heilige mis. En ook bid ik voor uw intenties. Ik bid hier voor alle mensen die aan mijn zorg zijn toevertrouwd. Alle inwoners van Zeeuws-Vlaanderen zijn dat. Ik bid voor alle mensen die voor mij ook bidden. Voor alle mensen waarmee ik mijn gebed ook heb toegezegd. En alle mensen die ook rekenen op mijn gebed. Want Jezus, die laat zich niet uit het veld slaan door het coronavirus. Want dat vieren we met Pasen. Christus is verrezen. Hij leeft. En graag lees ik de laatste 2 verzen van het evangelie van Johannes. Hoofdstuk 10. Ik ben de deur, zegt Jezus. Als iemand door mij binnengaat, zal hij worden gered. Hij zal in en uitgaan en weide vinden. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en te vernietigen. Ik ben gekomen opdat zij leven zouden bezitten, en wel in overvloed. Boven het evangelie staat de goede herder en de schapen. Jezus die de goede herder is, en wij zijn de kudde die Jezus mogen volgen. En Jezus doet ons ook een belofte, opdat wij zouden kunnen leven en wel leven in overvloed. Daarom is Jezus voor ons gestorven en verrezen, zodat wij kunnen leven. En als we Jezus willen navolgen, dan sluit dat eigenlijk ook heel mooi aan bij de universele roeping in onze kerk. Tijdens het Tweede Vaticaans Concilie is Roepingenzondag eigenlijk ook ontstaan, geboren. Het is de vrucht van het Tweede Vaticaans Concilie. Want het legt de nadruk op de kerk als gemeenschap van geroepenen. En zo zijn wij allemaal geroepen om Christus na te volgen. Geroepen tot een leven in heiligheid, want God zegt, wees heilig zoals ook ik heilig ben. En onze paus Franciscus heeft daar vorig jaar ook een heel mooi boekje over geschreven. Een mooie brief. Het heet Gaudete et Exultate. Verheugt u en juicht. En het gaat over heiligheid in de hedendaagse wereld. En de paus zegt dan ook heel mooi, heiligheid is geen zweem van extase, maar heiligheid kun je vinden in het dagelijkse leven. Daar waar je woont, daar waar je werkt, daar waar je naar school gaat. Heiligheid zit in de kleine dingen. Een vriendelijk gebaar. Een glimlach. Net een stapje meer zetten. Goed doen moeten we allemaal. Maar van ons als christenen wordt ook gevraagd om iets meer te doen. Om iedere dag ons kruis ook op te nemen. En dat mag goed doen ook een beetje pijn doen. We mogen het zo gezegd ook voelen. En daartoe zijn we allemaal geroepen om leerlingen te zijn van Jezus. En dan mogen we ook een voorbeeld nemen aan de eerste leerlingen van Jezus. En in deze paastijd horen we ook in de eerste lezingen over de handelingen van de apostelen. En die eerste leerlingen laten ons eigenlijk zien wat de kern is van het leerlingschap. Want de leerlingen kwamen samen om te bidden. Het gebed als fundament van ons christelijk leven. Ze kwamen samen om het brood te breken. Zoals wij ook samenkomen om de Eucharistie te vieren. En zij bezaten alles gemeenschappelijk. Het gemeenschappelijke leven waarin we delen van onze overvloed, zodat niemand iets tekort heeft. Samen bidden, samen vieren en het gemeenschappelijk leven. Dat moeten we missen, maar daarom is het zo fijn dat we nu toch samen kunnen zijn. En op Roepingenzondag, zoals gezegd, wordt er speciaal ook gebeden voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Dat jonge mannen en vrouwen, of als ze wat op leeftijd zijn, dat kan natuurlijk ook, hun hart openen voor die roepstem van Jezus. Dat ze hem na mogen volgen in woord en in daad. En zo mocht ik zelf ook antwoord geven aan Gods roepstem. En zo zei de bisschop tegen mij tijdens de priesterwijding, God roept nog steeds, zelfs accountants uit hun kantoren. En zo is het. God roept waar hij ook wil en wie hij ook maar wil. En ik ben dankbaar dat ik antwoord heb kunnen geven op die roepstem en voor u ook herder probeer te zijn. Maar die kerk, die zijn we en maken we ook samen. En we hebben ieder daarin onze eigen verantwoordelijkheid. Ik wil in dit moment ook bidden voor roepingen. En het bisdom heeft ook een website, www.roeping.nu. Daar staan ook een mooie film over roepingen en ook het mooie gebed van roepingen. Ik wil dat samen met en voor u bidden. En dan bidden we samen ook tot onze Vader en wees u goed. Want we staan nu ook aan het begin van de meimaand. Toegewijd natuurlijk aan Maria. We zullen samen bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. God onze Vader, in tijden van onzekerheid zoeken wij naar houvast. En bij een hevige storm zoeken wij bescherming. U heeft zich aan ons geopenbaard als de grond van ons bestaan. En als een veilig baken in tijden van nood. Wij kunnen ons helemaal aan u toevertrouwen. En u laat ons niet alleen in onze nood. Roep vandaag mensen, zo bidden wij, die de blijde boodschap van uw aanwezigheid verkondigen. Juist ook in deze tijd van onzekerheid en angst. Open de harten van mensen om uw roepstem te verstaan. En geef hen de kracht op uw uitnodiging in te gaan. Op de weg van het priesterschap, het diaconaat of het religieuze leven. Tot vervulling van hun eigen leven. Maar vooral ook ten dienste van de mens in nood. Door Christus onze Heer. Amen. En laten we dan samen ook bidden met die woorden die Jezus ook aan zijn eerste leerlingen gegeven heeft uit onze Vader. Het gebed dat al onze gebeden samenvat. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. En aan het begin van de meimaand willen we ons ook toevertrouwen aan Maria. Koningin van het gezin, koningin van de vrede en moeder van barmhartigheid. Dat Maria ons mag beschermen, mag bewaren en eenmaal mag geleiden naar haar Zoon Jezus. Bidden we op haar voorspraak. Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En u mag weten dat de Heer altijd met u is. Zijn hand rust altijd op uw schouder. Hij zij uw kracht en uw bescherming, uw steun en toeverlaat. En daarom wil de Heer u op deze dag ook zegenen. Want u mag weten, de Heer zij altijd met u. En zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Ik wens u vrede en alle goeds.